Dit is de allerlaatste video in de reeks over de historische context over het Britse Rijk. En uh, dit keer staan we eigenlijk niet eens zo stil bij de deelvraag zoals die hier nu staat. Uh, daar ging het in de vorige video's natuurlijk wel heel erg over. Hè? Het ontstaan van de industriële samenleving, het ontstaan van de klassesamenleving. Uh, maar nu zien we eigenlijk dat ja, rond 1900 uh, dat Britse Rijk echt wel het centrum van de wereld en van de wereldhandel is geworden. En ja, het, het kloppend hart van dat hele Britse Rijk, dat is de hoofdstad, dat is Londen. Londen groeit in de 19e eeuw uit tot het financiële centrum van de wereld. Uh, het is een enorm drukke stad. Uh, er gebeurt van alles, er wordt heel veel gehandeld. Er trekken heel veel mensen naartoe. En um, ja, we zien op een aantal manieren dat, uh, dat Londen dus dat financiële centrum is. Ten eerste is het, het centrum van het bank- en verzekeringswezen geworden. In de 17e eeuw, in de Gouden Eeuw van de Republiek, was dat Amsterdam. En uh, in de 18e en zeker in de 19e eeuw verschoof dat financiële zwaartepunt steeds meer naar Londen toe. En uiteindelijk zaten de belangrijkste banken en beurzen en verzekeraars en dergelijke die zaten in Londen. Die hadden daar hun hoofdkantoren. Ja, rond 1900 is de Londense haven ook uitgegroeid tot de allergrootste haven ter wereld. En uh, via een heel goed uh, netwerk van, van spoorwegen en kanalen en rivieren zijn er hele goede verbindingen met de rest van Groot-Brittannië. Dus uh, ja, Londen was eigenlijk waar alles uh, samenkwam. Ja, en dat is dan ook de plek waar de Britse regering besluit om de Great Exhibition te houden al in 1851. Uh, de grote tentoonstelling, en uiteindelijk wordt dat uh, de eerste wereldtentoonstelling in de geschiedenis. In het Crystal Palace, het Kristallen Paleis, zoals we het hier op de afbeelding ook zien, het wordt er speciaal voor gebouwd. Want uh, ja, die, die, die uh, Great Exhibition die moet eigenlijk laten zien wat uh, Groot-Brittannië allemaal kan op het gebied van industrie en van technologie en economische ontwikkeling. En die, die, die tentoonstelling wordt een enorm succes. Meer dan 6 miljoen bezoekers, voornamelijk Engelsen. Ja, die zien dat Engeland echt de werkplaats van de wereld is op dat moment. Hè. het zijn gigantische hallen waar je ja, allerlei uh, technologische snufjes zijn te bewonderen. En het laat echt zien dat Engeland uh, op, op financieel en industrieel en economisch en technologisch gebied op dat moment het toonaangevende land in de wereld is. Maar in de decennia daarna krijgt Groot-Brittannië wel steeds meer te maken met concurrentie, met name vanuit Duitsland en vanuit de Verenigde Staten. En uh, ja, daar moet de Britse industrie ook op gaan reageren. En dat doen ze bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar uh, nieuwe markten. En hier hebben we dan hoe de wereldkaart en uh, met name de koloniën, zeg maar, rond 1900 zijn verdeeld. Want uh, er worden allerlei uh, nieuwe markten aangeboord. Het Britse wereldrijk wordt verder uitgebreid. Dit is echt de tijd van het moderne imperialisme. En ja, de Britten die doen daar volop aan mee. Hè. Dus die, die veroveren in Afrika, veroveren die grote gebieden. Van, uh, ja, van Egypte tot aan uh, Kaap de Goede Hoop. In het Midden-Oosten uh, hebben ze koloniën. Pakistan wordt aan het rijk toegevoegd. In Zuidoost-Azië komt Birma er bijvoorbeeld bij. Brits Guyana komt erbij. En uiteindelijk... Is rond 1900, als we naar deze kaart gaan kijken, uh, Groot-Brittannië heer en meester over de wereld. Zo'n 25% van de wereldbevolking valt onder het gezag van Groot-Brittannië. En een ontwikkeling die dus eind 16e eeuw werd ingezet, zoals zagen we in de eerste video met die eerste kolonie Roanoke, ja, die bereikt dus rond 1900 haar hoogtepunt. Maar dat is wel ten koste gegaan van de bevolkingen van de landen die overheerst worden.